Helene Hendricks, de charismatische presentatrice die haar outroe maakte bij het grote publiek via Fox Sports, heeft met haar buitengewone talenten in rap tempo een indrukwekkende carrière opgebouwd. Haar televisieoptreden zijn niet alleen een lust voor het oog, maar trekken ook een aanzienlijk publiek aan dat haar op handen draagt. De recente bevestiging van haar populariteit kwam naar voren tijdens haar presentatie van de Oranje Winter, waar haar kijkcijfers bijna de concurrentie van vandaag in Sight overtroffen. Wilfred Gené. Niet vreemd van een reactie, kom niet om het feit heen dat Helene's aantrekkingskracht op het publiek ongekend is. Opvallend aan Helene Hendricks is de zorgvuldige bescherming van haar persoonlijke leven wat haar onderscheidt van vele andere bekende gezichten in Nederland. Weinig is bekend over haar privéleven, en zelfs haar liefdesleven houdt ze grotendeels achter gesloten deuren. Echter, wanneer roddelbladen als privé zich in de zoektocht begeven, onthullen ze soms toch wat verborgen parels. Recentelijk werd onthuld dat Helene in het huwelijksbootje stapt, wat meteen de nieuwsgierigheid opwekte over de mysterieuze man die haar gelukkig maakt. Het kostte enig uitzoekwerk, maar reality-FBI slaagde erin om wat licht te werpen op deze intrigerende figuur. De aanstaande echtgenoot van Helene blijkt Frans te heten, en opmerkelijk genoeg is hij maar liefst 22 jaar ouder. Zijn 60ste verjaardag vierde hij in 2018, wat zou betekenen dat hij inmiddels de respectabele leeftijd van 66 jaar heeft bereikt. Met behulp van een doortastend onderzoek kwam reality FBI ook het Instagram-account van Frans op het spoor. Daarop worden Frans en Helene al jarenlang samen gefeliciteerd op Oudjaarsdag, wat als een bevestiging dient van hun langdurige relatie. Het lijkt erop dat de man die Helene Hendricks sinds 2019 gelukkig maakt, niet langer een mysterie is. Het koppel deelt blijkbaar een liefdevolle relatie, waarvan de details ondanks Helene's neiging tot privacy nu langzaam aan het licht komen.